Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Rabobank Graafschap Zuid. Vandaag hebben we een hele mooie dag achter de rug. Het begon een beetje met bewolking, er viel hier door een spatje regen, maar vanmiddag kwam de zon er toch goed door. En de temperatuur liep op naar ongekende hoogte, want dan zijn we niet meer gewend. 19 tot 20 graden werd op heel veel plaatsen en zelfs op een enkele plaats nog 21 graden. Had ook te maken met de windrichting, die was over het algemeen zuidelijk. Ja, en dan kreeg je vanzelf ook weer wat andere foto's. De ene foto is nog wel een beetje bewolkt, maar de andere foto zit er ook al wat zonniger uit. En wil je ook een foto opsturen, dan kan een foto @gerritsweerpraat.nl. Ja, hier, het is al een beetje duister aan het worden, maar ik sta hier toch wel op een heel speciale plaats. Ik sta al een beetje achter het lint. Ik ben niet door het lint gegaan, ook vandaag niet. Maar er is hier wat heel speciaals aan de hand. En ja, we beginnen weer in Altimet. We beginnen natuurlijk weer met een drankje en doen vandaag ook een beetje de keel te smeren. Ja. Yeah. Nou, vandaag zijn we met de Weerpraat in Terborg en het is hier een drukte van je welste. En er is altijd wat aan de hand aan Terborg, maar hier is wel heel wat speciaals aan nood. Gerrit, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, hier is een hele speciale happening vandaag. Ons nieuwe kantoor hebben wij helemaal gerestyled. En we zijn blij dat we daarmee een bijdrage kunnen leveren in Terborgse. En met name om hier in de hele regio eigenlijk de klanten optimaal te kunnen bedienen. Want jullie als Rabobank hebben hier een kantoor gevestigd. Is dat nog wel van deze tijd? Oh, dat is natuurlijk een vraag die ik wel vaak krijg. Ja, dat is zeker van deze tijd. Wij hebben verschillende concepten hier op het kantoor. Je kunt je voorstellen dat mensen hier natuurlijk komen voor geldhandelingen. En moet je daar zo'n mooi kantoor voor hebben? Nou, alleen voor geldhandelingen niet. Maar wij geven hier ook adviesgesprekken. We hebben hier mooie spreekkamers. We hebben een speciale seniorendesk. Dus waar we ouderen op de dinsdag, de hele dinsdag, met extra ondersteuning kunnen helpen op allerlei bankair gebied. Op het gebied van vragen over verzekeringen, op het sluiten van rekeningen voor kleinkinderen, op het gebied van internetbankieren. Waar we overigens daar een hele mooie internettafel hebben staan. Dat is overigens voor iedere klant ter gebruik. En zo zie je dat onze 24 uur service, dus met internet buiten de sluitingstijden van deze bank, en de advieskantoren die we hier hebben, met alle adviezen voor MKB en ondernemers en particulieren op het gebied van hypotheken en betaalrekeningen en pensioenen. Ja, dat is zeker van deze tijd. Als je ziet hoeveel kinderen het alleen al leuk vinden om geld te storten en wij ze helpen om het belang van sparen naar voren te brengen. Een appeltje voor de dorst van later, want de economie gaat natuurlijk straks weer omhoog. Maar nu is het toch wel een pittige tijd. Nou, wij helpen met die kinderen om ja, een standvastige toekomst op te bouwen. En je hebt ik toch zie jou lachen, Gerrit. Ja, nou, je hebt het net over sparen, want we zijn ook een beetje met weer bezig. En we hebben het mooie weer ook een beetje opgespaard, kunnen we wel zeggen. Want afgelopen week was het niet alles. Er viel nog wat regen, wat buien. En later is het toch allemaal weer goed gekomen. Want vandaag hebben we toch ook al temperaturen gehad van 20 en wat plaats ook nog 21 graden. En dat zet ook helemaal deur. En dat is misschien ook wel mooi dat de mensen dan wat met de fiets hier naar de Borgse kunnen gaan. Naar de bank even kijken wat er hier allemaal gebeurt. Want de temperaturen die vrijdag ook nog 20 graden zullen halen, dat zetten in het weekend gewoon deur. Dankzij een hoog drukgebied in de buurt hebben we met de zuidenwind te maken, later ook nog oostelijk. En daardoor zullen we die hoge temperaturen ook bereiken. Wordt het ook wat rustiger, weinig wind en s'nachts 15 graden. Later wordt het wel weer wat minder, want na het weekend handhaven we die temperaturen niet. Dan gaat het weer naar een 17 en later misschien 15 graden. Maar het al met al, hier moeten we het even van nemen. Een lenteachtig gevoel zal de komende dagen zijn, net als vandaag. Ja, lenteachtig gevoel. Het is nu al een drukte van je welste. Hoeveel bemensing hebben jullie hier zo overdag? Nou, of is dat verschillend? Ja, dat is verschillend. Er zijn minimaal 2 à 3 collega's altijd op dit kantoor aanwezig om de klanten die binnenkomen met willekeurige vragen te kunnen helpen. Maar we hebben daarnaast ook onze spreekkamers waar we adviesgesprekken geven. Als we dat op afspraak doen, dan kan dat zo tot 5-6 man oplopen. Ik zie hier ook een internettafel. Is dat ook speciaal nog voor bezoekers? Ja, dat is zeker speciaal voor bezoekers. We proberen de klanten te verleiden om zo optimaal gebruik te maken van internetbankieren. En daar helpen we ze bij. Dus je hoopt eigenlijk, als ze dit in de knie hebben, dat hier een beetje minder druk wordt?
Nee, dan hoop ik dat de klant hetgene kiest wat het dichtst bij hem zit. Dus de ene klant die wil voor de ene dienst gebruik maken van internetbankieren. En voor de andere dienst of het advies gebruik maken van een adviseur. En het kan allemaal. Nou, je hebt heel veel mensen nieuwsgierig gemaakt. Is er nog een internetsite waar ze op kunnen kijken? Ja, klanten van ons die rabobank.nl openen, die worden automatisch, komen ze in de site van de Graafschap, Rabobank, de Graafschap Zuid. En op die site staat ook specifieke informatie na vandaag over de opening van dit kantoor. Nou Arnold, ik wens je heel veel succes met dit nieuwe pand en ik hoop dat je vrijdag heel moe bent, dat er veel bezoekers zijn geweest. Ik hoop het ook en dank voor je komst. Hey, goed gedaan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Rabobank Graafschap Zuid.